Ik ben Philip Troost van Stadsgas. Sinds juni 2014 zijn we voltijd bezig een netwerk van biomassa centrales neer te zetten in de stad. Biomassa centrale houdt in dat we horecaafval gaan omzetten naar biogas. Dit biogas gaan we vervolgens omzetten naar elektriciteit en later ook bioplastics. En de mest gaan we lokaal inzetten voor allerlei nuttige projecten. Momenteel zijn we bezig met het opzetten van een pilot naast Uit Je Eigen Stad, de stadsboerderij aan de Marconistraat. Dit houdt in dat we achter het gebouw op een terrein van 10 bij 10 meter toestemming hebben gekregen om de installatie te gaan plaatsen. Alle vergunningen zijn in aanvraag en het project gaat waarschijnlijk medio 2015 beginnen. Ons einddoel is een netwerk van biomassa-vergisters die een groot deel van het afval uit de Rotterdamse horeca gaan omzetten tot bioplastics, biobrandstoffen en specialistische stoffen voor de farmaceutische industrie. We doen mee aan Crowdforce Rotterdam en willen jullie graag de volgende twee vragen stellen. Op dit moment financieren wij het gehele traject uit eigen middelen, maar zo'n vergister kost 5 ton. Dus onze concrete vraag is, hoe kunnen wij de financiële middelen bij elkaar krijgen om tot ons einddoel te komen? Sinds juni 2014 zijn we een heel klein team bezig dit project van de grond te krijgen. De tijd is nu aangebroken om uit te breiden. Dus we zoeken mensen met marketing en financiële kennis om dit project echt van de grond te krijgen. En onze vraag is, wil je met ons meedoen? Denk je ons te kunnen helpen? Kom dan 28 januari naar Crowdforce Rotterdam of stuur even een e-mail.